Maar eerst zien we Benjamin. Benjamin, jij hebt last gehad van een teruggetrokken haarlijn. En vorig jaar ben jij naar Istanbul gegaan met 2 bekende voetballers. Wie waren dat en welke behandeling heb jij ondergaan? En de 2 bekende voetballers waren Patrick Kluivert en Danny Landsaat. Het was een heel aangenaam trip. Jij hebt gekozen voor de VECT stemceltechniek. Waarom heb je specifiek voor deze behandeling gekozen? Ik kon kiezen voor de VECT techniek. Maar als optie heb ik uiteindelijk gekozen voor de stamceltechniek. Waarom? Omdat ik eigenlijk ook wel 2 heren die ik ken, kennissen van me, die ook gekozen hebben voor de stamcel. En die hebben gewoon echt super resultaat behaald. En dat vond ik wel, toen dacht ik van laat ik het ook maar doen. Hoe is het met de andere 2 jongens, met Patrick en Danny gegaan? Ja, we spreken elkaar regelmatig, bijna dagelijks, dus ook FaceTime. En vooral het begin was heel mooi, want dan bellen we elkaar FaceTime. Hoe snel is die voor jou gegroeid, hè? En tenminste de haren. En beide zijn zeer tevreden, zeker. Kort samengevat, hoe is de begeleiding geweest gedurende de hele behandeling, van het intake tot aan de nazorg? Nou, eigenlijk helemaal prima. Alles heeft goed verlopen. Natuurlijk, omdat we die stamceltechniek hebben gebruikt, wouden we wel iets meer informatie. Hè? Maar Jomas heeft ons haar fijn alles netjes uitgelegd wat we moesten doen. En het hele proces gewoon fijnloos gelopen. Benjamin, het was aangenaam om het gesprek met je aan te gaan. En ik zie het resultaat. Je ziet er fantastisch uit. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.